Oké, je hebt een Microsoft Teams meeting georganiseerd en je wilt weten wie er allemaal aanwezig waren. Voorheen kon je dit alleen maar bekijken tijdens de vergadering. Dus dan kon je tijdens de vergadering een aanwezigheidslijst downloaden. Maar als je vergadering al afgesloten was, dan was het niet meer mogelijk om te zien wie er nou echt aanwezig waren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen, want je kan nadat je vergadering is geweest nog steeds bekijken wie er aanwezig waren. Oké, we gaan gelijk aan de slag. Ik heb hier een testvergadering aangemaakt en ik zal eerst eventjes naar deelnemen gaan. En dan kies ik voor nu deelnemen. En dan hebben we hier het icoon voor deelnemers. Daar kan ik dan op klikken. En dan heb je hier drie streepjes. Dan kan je kiezen voor aanwezigheidslijst downloaden. Dat kan tijdens de vergadering. Dus dat is een optie. Maar ja, vaak kom je daar toch later achter. Hè? Denk je, oh, wie waren er ook alweer? Hè? En dan heb je dat niet gedaan. Dat is best wel vervelend. Ik heb het bijvoorbeeld ook wel eens met het opnemen van mijn vergadering. Weet je wel, dan moet je hem gaan opnemen, maar dan denk je later van, oh, ik ben het helemaal vergeten om op te nemen. Dat zou ook handig zijn als je dat bijvoorbeeld al van tevoren kan instellen. Maar voor die aanwezigheidslijst hebben ze dus nu een aanpassing gedaan. Dus ik ga nu eventjes uit deze vergadering. Kies ik voor vergadering beëindigen. Ik ga nu naar de vergadering, dan kies ik voor bewerken. En dan zie ik hier de aanwezigheidslijst staan. Dan kan ik daar gewoon op klikken. Wordt er een bestand gedownload? En dan heb je gewoon net zo'n aanwezigheidslijst als je tijdens je vergadering kan downloaden. En als ik die aanwezigheidslijst dan wil bekijken, ga ik naar Downloads. En dan heb ik daar een Excel-bestandje staan, kan ik op klikken. En dan zie ik precies wie er aanwezig waren en ook hoe lang iemand aanwezig was. Kijk, hier staat niet zo heel veel informatie in. Omdat er gewoon bijna geen deelnemers waren en natuurlijk voor deze video is. Maar normaal gesproken zie je gewoon een lijst met iedereen die er was en ook hoe lang ze er waren. Ik zie hier zelfs de rol van de persoon, dus of iemand presentator is, of organisator. In dit geval ben ik de organisator, of gewoon een deelnemer. Dus nou ja, het is in ieder geval super handig dat je de lijst ook nog kan downloaden nadat je vergadering is geweest. En als jij dat nou ook handig vindt, dan kan je abonneren op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte van handige functies in Microsoft Teams en andere handige functies van bedrijfssoftware. En verder zie ik jou heel graag weer bij de volgende video.